Op zaterdag 20 mei wordt de protestmanifestatie van de vier politieke partijen PL, NPS, VHP en ABOP in NPS-partijcentrum Grunjari gehouden. We vroegen Paul Somoharjo, voorzitter van de politieke partij Percaya Luhur, in de nieuws talkshow Bakana Boskopu via People FM over de maskers en de voorbereidingen. Nou, er zijn velen die een beroep op ons doen. Zeg maar, ik wil gaan, voorzitter, ik wil aan de vergadering gaan. Sowieso wil ik de zaak joinen. Maar je weet wel, ik ben bij Lanti en die is zo rancuneus. Ik heb gevallen meegemaakt waarbij die mensen dan zonder enige reden overgeplaatst zijn of geïntimideerd zijn. En dan zeggen ze, als het dat is, in dat geval, dan willen wij u helpen met dat u onbekend komt. Dus u komt wel, maar niemand gaat u herkennen. Ik ben onbekend. Alleen de partij die de masker verstrekken, weet dat zo'n masker aan zo'n persoon gegeven wordt. Alleen dat onbekend, maar belangrijk voor ons, ik ben aanwezig. Maar later hebben wij gezien, hebben we door juristen geadviseerd, nee, doe niet, want er is een artikel in 1915 van het politie strafwet, dat iedereen die in het openbaar of straat met masker komen, is dan strafbaar. En zodoende hebben we de zaak ingetrokken, omdat we weten, deze regering kan gemakkelijk een stok vinden, licht een stok vinden om een hond te slaan. Maar ja. was het dan niet verstandiger geweest dat u eerst de jurist had geraadpleegd voordat u die uitspraak had gedaan dan? Ja, dat is een goede vraag, goede suggestie, maar je weet, een wet van 1915, langer dan 100 jaar. Ja, dus ik dacht, maar mensen die ook carnaval maar gedaan, maar die hadden vergunning aangevraagd. Oké, maar betekent het nu u die oproep hebt ingetrokken, dat u niet meer bang bent dat mensen niet meer komen omdat ze zogezegd geïntimideerd zouden worden? Ja, ik heb met ze gesproken, maar niet allemaal zijn bang. Ja, want nu stimuleren dat mensen bangrijker zijn. Ja, maar enkel die echt willen komen, zeg luister. Ja, als het kan, ja, kom toch. Ja, we zijn allen daar, we gaan niet de nodige bescherming geven. Maar als je toch bang bent, ja, voor je gezin, voor de intimidatie, daar hebben we totaal begrip voor. Maar stel dat nu het gewoon door was gegaan, hoe zou je aan al die maskers komen dan? Nou, kijk, er zijn zoveel maskers nu. De maskers van verjaardagen, Batman, maskers van carnaval. En er zijn zoveel in de winkels die dat komen. Belangrijk is dat ze onherkenbaar moeten worden. Oké, nu is dat vervallen. En nu hebt u een andere uitspraak gedaan afgelopen dinsdag in DNA over de president. En u zou dat, in feite heeft dat een beetje tot verwarring in de samenleving geleid. Want aan de ene kant heeft PL meegestemd voor de amnestiewet. En nu komt u met een voorstel over gratie na veroordeling. Wat bedoelt u nou precies? Ja, wat ik precies bedoel, ik heb in het parlement gezegd, zoals de president. Ik weet dat het voor u moeilijk is. En dat u angstig bent. Je hebt te vergelijken met president Wedebos, is een stukje gemakkelijker. Hij was niet bang om in de gevangenis terecht te komen. En man, hij had niet zoveel dingen dat hij zegt, maar als ik alleen kom, ga ik in de gevangenis. En we begrijpen van angst, want dat betekent, wanneer hij president af is, verlies heeft een immuniteit. Ja, dan zeg ik, je hebt gezien, met zoveel tamtam, met zoveel moeite, probeert hij dan zo dan uit de rechtszaak te komen, de amnestiewet. Want de amnestiewet is er al, hoor. Ik niet zeggen, ik stem in de amnestiewet. Ik stem alleen met verschuiving van de datum. Tot en met 82 is in plaats van 80 ook 82 meegenomen. Hmm. Dat is één. En twee, dat ik zeg, meneer, ik heb die amnestie gegeven, voor mij is geen probleem. Want het gaat niet om Bootsen, het gaat om Suriname. Dus als je last hebt, als je angst hebt, dan moet je zeggen, zeg het maar. Dan zullen wij van onze kant PL, die altijd vergeven gezonden is, naar een mogelijkheid zoeken, naar een garantie voor een gratie inruilen voor een verkiezing. Dat wil zeggen dat hij geen sta in de weg moet zijn voor de ontwikkeling van Suriname. En bij de hearing had ook een van de christelijke leiders dat ook naar voren gebracht. Dus ik kreeg dan een bijval van jammer. De teruggeleider vroeg, laten we dit, je mag dat naar buiten brengen, maar breng onze naam niet. Dat moet iemand niet blijven. Zodoende. Maar denkt u nu werkelijk dat de president dat voorstel van u serieus gaat nemen? Want ja, je hoort ook stemmen in die samenleving die zeggen van ja, meneer Somoharjo, die is alleen maar aandacht aan het trekken met zijn uitspraken. Hij is politiek aan het bedrijven, want als hij in die positie van de president was, zou hij toch ook niet durven om zijn nek als het ware uit te steken en dan het over te laten aan de oppositie
of zij hun woorden zullen nakomen of niet. Dat zou u toch ook niet doen, meneer Somaharjo? Nou, dat is geen aandacht trekken, dat is de realiteit. In het verleden had je ook het Leonsberg-akkoord. Er was ook zo'n geval waarbij drie grote politieke partijen, KTP en de NVAP, gesproken hadden. En zodoende is de macht overgedragen aan het volk dat de verkiezingen komen in 87. Dat is normaal in de wereld. Ja, het is een suggestie. En daarom zeg ik, het moet niet alleen van PL komen, het moet van totale volk komen. Anders lijkt het alsof PL grappig is om in de regering te komen, maar dat zijn we niet. Daarom had ik ook gevraagd van een volksreferendum. Ik wil Suriname. En niet dat we terechtkomen als Venezuela. Kijk maar, Venezuela. De president wil niet aftreden. Elke dag heb je doden. En ik ben van overtuigd dat niet alles gaat doen. Dat bedoel ik alles. Maar nee, zeg weer, PR doet alles om aan de regering te komen. Nee, PR doet geen moorden. PR geen brandstichtingen. PR verkoopt geen drugs. PR is nooit betrapt. Maar deze president, de regering, gaat alles doen, ja, om de zaak te verstikken. Maar het voorbeeld, we hebben aangevraagd bij de onafhankelijke zeeplein, is afgewezen. We hebben vergunning gebracht bij Kerkwin ook afgewezen. Ja, en we hebben wij partijcentra. En dat wij dan zonder toestemming behoeven, maar alleen met toestemming van de commissaris van de politie. En dat is inmiddels dat gebeurd. Maar nu wordt er in feite de focus gelegd op de positie van de president. Hè? Dat, denkt u werkelijk dat als de president zou aftreden, dat dan alle problemen in het land zijn opgelost? Want u hebt toch ook met deze president samengewerkt. Dus kennelijk is er in elk geval in het verleden vertrouwen geweest in zijn leiding. Ja, niet alle problemen zullen 1, 2, 3 morgen opgelost worden. Maar belangrijk, het vertrouwen komt terug bij het volk. Want het volk heeft geen vertrouwen meer in deze regering. Ook buitenland niet. Je hebt het met IMF. Je kan het IMF niet toezeggen, je gaat dit doen, je gaat dat doen. Enkel en alleen om dat geld te pakken. En je dat geld krijgt van 81 miljoen euro of dollar. En dan ga je zeggen, meneer, pikken we af. Internationaal is niet goed. Nu kan Suriname alleen leningen sluiten. En ja, niet met landen. En met hoge rente. Zie maar 10%, 11%. En dat betekent nu al dat wij 50 miljoen alleen aan rente per jaar moeten betalen. Waar gaan we dat halen? Dan ga je zeggen, ja, het land gaat nooit failliet. Maar je geeft geen vertrouwen. Oké, meneer Somaharjo, even nu naar de protestmanifestatie van morgen. Na veel omzwervingen is het uiteindelijk Grundjari geworden. Het zou eerst onafhankelijkheidsplein zijn. Toen is vervolgens gezegd dat er aan het plein gewerkt wordt. Er zijn hopen zand daar gedeponeerd. Er zijn dranghekken eromheen gezet. Het gaat 9 maanden buiten gebruik zijn. En we hebben zelf gezegd, de plein is zwanger, want 9 maanden kan je daar niks gaan doen. Vervolgens zou het AK-stadion worden en dan Kerkplein. Nu, uiteindelijk is gekozen voor Grundjari. Bent u happy met die locatie? Want het is toch niet zo'n groot terrein daar. Dus ik kreeg In feite zijn wij allemaal niet happy. Want de bedoeling was dat het een volksmanifestatie wordt. Het moet niet vertaald worden als een politiek. En want men is bang, ja, naar politiek partij, naar PL, naar VHP, naar NPS, naar SPA, enzovoort, enzovoort. Dus we hadden een onafhankelijk terrein willen kiezen. Maar ja, je ziet het. We hebben geen andere keus. We hadden ook stadion genomen. Toen had de DC gevraagd, meneer, als u de vergunning van stadion intrekt, krijg je de vergunning van Kerkplein. Op het moment dat het verdedigd werd, kregen we over een half uur een bericht van meneer, het hoger hang is men ons verbied om geen vergunning te verstrekken. Dat is toch waar ik koek. En daarom, ja, we hebben geen andere keus. Er zijn maar keuze politieke partijen waarbij je geen vergunning behoeft. Ja, we hebben aanbod, maar dit is een beetje ver later. Partij PL, ja, dat is ja niet zo geschikt. Ja, onder de brug, niet voldoende parkeerplaatsen. Er is nog VAP NPS. Dus we hebben NPS goed en er is dichter bij de stad. Oké, nu is er een andere factor die een rol speelt. Het regent gigantisch. We zijn in de grote regentijd. Water valt met bakken uit de hemel. Denkt u niet dat dat ook een belemmering zal zijn voor mensen om in die regen op zaterdag uit huis te gaan en dan naar Grundjari te gaan om te luisteren naar politieke leiders? Meneer Fais, ik ben een gelovige. Ik geloof in de Almachtige. Mijn leven, mijn dood is in zijn handen. Als de Allah wil dat morgen regen, dan is het ook een goede zijde. Ik zeg altijd, regent of geen regen, is altijd goed. Hij beschermt ons, hij leidt ons. Dus als het regent, en de mensen zeggen, meneer, het regent is het zegen van de Almachtige. Kan u daarom wat Suriname?
dan is dat ook welkom. Voor mij verder nog geen zwet. Maar het belangrijke is, de mensen die protest laten zien dat duizenden tegen dit wanbeleid is. En daarom daag ik de president ook in het parlement. President, u bagatelliseert de acties van de vakbeweging. Ik zeg, het is maar 2,500. Alleen op mij in het parlement hebben we 34 veel mee gestemd. Als ik organiseer, ik heb georganiseerd het. Als u organiseert en u bent in staat, want u hoort van die 5000 maar tegen de vervelend hebben gewonnen. Dan heb je gewoon, dan gaan we niet meer protesteren. Dan wil het volk u hebben. Nou, dan voor de zekerheid, laten we naar een volksreferendum gaan. Dan gaan we zien, u hebt hier in het parlement misschien de meerderheid, toevallige meerderheid. Ja, 26 plus aantal duiken van Sapoen, Kieten en van de Bed. Maar buiten het volk heb je niet meer.